De dood van Peter Ede Vries dreunt nog altijd na. Zo moet zijn beveiligingssituatie onderzocht worden. En de vraag is gerechtvaardigd of justitie nog wel gebruik kan maken van kroongetuigen. als niet de hele omgeving rond de kroongetuigen beveiligd kan worden. Naast mij staat misdaadverslaggever John van Heuvel. John, welkom. Uh, goed dat je er bent. Uh, je hebt uh, een column geschreven en uh, daarin heb je gezegd. Uh, de dood van je collega heeft gezorgd voor een uh, inktzwarte zomer. In welke hoedanigheid sta je hier nou eigenlijk na je vakantie? Nou, met uh, zeer gemengde gevoelens. En uh, aan de ene kant uh, vind ik het wel weer fijn om aan het werk te gaan. Maar ik heb ook uh, echt wel gewoon een periode nodig gehad om mezelf weer een beetje te herpakken. Het is een uh, hele moeilijke periode geweest en dat is het eigenlijk nog. Dat geldt overigens niet alleen voor mij, maar ook voor, uh, voor uh, collega misdaadsjournalisten Op de eerste plaats natuurlijk voor familie en nabestaanden van Peter. Ja. Het is allemaal nog zo vers, die, 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 uh, wat er is gebeurd, dat het, uh, ik vind het nog steeds moeilijk te bevatten. Ja. En... Uh, ja, we zullen verder moeten. Hij zou het niet anders gewild hebben, denk ik. Ja. Uh, maar het kost kracht, het kost moeite. En ik denk dat het vooral veel tijd zal vergen om, om uh, uiteindelijk ja, dit allemaal te kunnen verwerken. En uh, ja, uh, ik ken hem natuurlijk ook al uh, eindeloos lang uh, 29, 30 jaar. En als een directe collega op deze manier uit het leven wordt geschoten letterlijk, ja, dan, dan, is, dat, uh, dan is dat gruwelijk. Ik, het heeft mij in ieder geval heel, heel diep geraakt. En nog steeds. En ik hoop, uh, ja, ik hoop dat we met z'n allen, met elkaar... want je moet elkaar dan ook uh, op zo'n manier sterk houden... Ja. dat we in ieder geval heel duidelijk signaal kunnen afgeven met elkaar ook... dat dit geweld niet ertoe zal leiden dat wij ons mond uh, gaan houden... en dat wij gewoon door zullen gaan met ons werk. Jij uh, hebt uh, in je column, daar, dat is een beetje de rode draad van dit gesprek... daarin heb je ook iets heel fundamenteels, gezeg fundamenteels gezegd over het kroongetuigenprogramma. Het was een... We hebben een passageproces gehad waarin Nederland na de IRT-jaren eindelijk weer overging. met mensen die uh, tot een ja. criminele organisatie behoorden in te lijven. Uh, strafkorting en ja. dan uh, hun, hun oud collega's te verraden. Uh, en dat heeft een beetje zijn onschuld verloren nu. Want we hebben rondom uh, kroongetuigen naar BOB inmiddels drie slachtoffers, dodelijke slachtoffers, waaronder ja. Peter R. De Vries. Ja. Nou ja, kijk, wat ik heb geschreven is dat, uh, in feite je ziet dat, dat al deze drie slachtoffers. Uh, ja, niet of in, in, in zeer geringe mate beveiligd werden. Ja. Uh, dat soms ook niet wilde. Dat, uh, Peter was daar heel uitgesproken over. En, en Dirk Wiersum uh, stond ook niet te, bepaald te popelen, om het heel voorzichtig uit te drukken, om met uh, persoonsveiligers verder zijn werk te moeten doen. Dus dat, is, uh, ja, dat, is, dat was een voldoende feit. Die deal was toen al gesloten. En, en justitie had ook niet heel veel handvatten meer om dat bijvoorbeeld te kunnen afdwingen. Nee. En, en wat ik zou zeggen, kijk, er komt een heel onafhankelijk onderzoek. Ja. Dus uh, naar die beveiligingsomstandigheden, althans je mag hopen dat dat een onafhankelijk onderzoek wordt, want ja. daar, daar is ook nog niet uh, heel veel duidelijkheid over. Maar wat, wat een van de elementen wat volgens mij onderzocht moet worden, is dat je uiteindelijk als je zo'n deal sluit, en dat is echt voortschrijdend inzicht, want dat kun je niet verwijten nee. naar, naar de huidige dealmakers of in het verleden, maar dat je nu als je zo'n deal sluit, dat je ook de verplichting moet opleggen aan Advocaten bijvoorbeeld, maar ook aan, aan familieleden en, en andere vertrouwenspersonen: dat als, als uh, persoonsbeveiliging noodzakelijk is dat, dat, dat mensen zich ook uh, verplichten die te ondergaan. En als die, als die mensen dat niet zouden willen, als een advocaat zeggen, zou zeggen: Van ja, ik wil wel die, die kroongetuigen bijstaan, maar ik wil geen beveiliging, dan zul je misschien wel zo, zo hard moeten zijn om te zeggen: Nou, dan komt er geen deal. Want dan, daarmee voorkom je in ieder geval eindeloze discussies. Ja. Of iemand nou wel of niet het relevant vindt om beveiligd te worden. Als overheid heb je in ieder geval de plicht om uh, heel vergaand, niet alleen die kogelwitens, maar ook alle personen daaromheen, om die uh, een veilig bestaan te bieden. Ja. Maar goed, daar heb je ook wel die personen voor nodig. En dat is eigenlijk ook wat ik wilde zeggen. Als iemand niet beveiligd wil worden, dan, dan is hij eigenlijk niet te beveiligen. Nee, want dat heb je ook nadrukkelijk gezegd. Want het is zo'n inbreuk op je, op je leven. Het bepaalt ja. zo je leven. En als je daar niet voor openstaat, dan, dan, dan is het niet te doen als je dat niet wil. Nou, Sterker nog, dan is het dus zelfs gevaarlijk voor de beveiligers. Kijk, uh, ik, ik wil dan even mijn eigen situatie als voorbeeld noemen. Ja. Als ik nou zou zeggen, ik wil niet meer beveiligd worden, ik uh, teken bij het kruisje en la laat maar zitten, en de overheid zou zeggen, ja, maar we hebben toch heel erg uh, informatie dat er iets met jou gaat gebeuren, dus we gaan je toch beveiligen. Hoe moet de overheid dat doen op het moment dat ik niet meer mijn agenda ga delen? Ja. Op het moment, hè, dat heeft een enorme inbreuk op, een, op mijn privacy of op, op andere personen die beveiligd worden. Maar als wij zouden zeggen van nee, dat gaan we niet meer doen, Mo moeten dan politiemensen in een autootje achter mij aangereden en kijken van, ja, waar gaat hij dan maar heen? En ja. dat is niet te beveiligen. Nee. Persoonsbeveiliging. Het is is gaat in nauw overleg met degene ja, die beveilig veilig moet worden. Ja, en dat is niet met uh, breedgeschouderde types naast je lopen. Uh, maar dat is juist heel veel investeren in routes, uh, verblijfplaatsen, uh, voorobservaties doen. Vermijden van gevaarlijke situaties of locaties. Routine. Ja, routine, bepaalde routine. Dus da maar daar, dat moet je met elkaar doen. En als ik zou zeggen of een andere te beveilige persoon zou zeggen: dat, daar, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, ja dan ben je niet te beveiligen. Jij had het net al even over dat onderzoek naar de, naar de dood van Peter en zijn, zijn beveiligingssituatie. En de advocaten Peter Schouten en Onno de Jong die hielden een tijdje geleden een persconferentie. En daarin gaven zij aan dat zij met achterdocht keken naar het onderzoek. Daar hebben we een ja. klein fragment van. Ja. De onderzoekers gaan dus het beleid onderzoeken. dat zij zelf mede hebben vormgegeven. Zij gaan feiten onderzoeken waarvan de presentatie of het weghouden daarvan. In het belang kan zijn van de staat, de NCTV, het OM en de politie. Ja, even wat context. De, de oud-baas oud van de NCTV, die, die met jouw ja, interneel is uh, belast. Die moet dan onderzoek doen naar hoe zijn opvolgers dat hebben gedaan. Ja, nou ja, ik ben het op dit vlak uh, volledig eens met Schouten en de jong. Ik vind ook dat, dat er een... Kijk, zonder even nu de discussie te gaan voeren over jouw straal... want ik geloof best dat die man integer is... en ook echt oprecht wel probeert straks de onderste steen boven te krijgen. Ja. Maar zodra een van de partijen eigenlijk... Ja, daar toch vraagtekens bij zet bij die onafhankelijkheid moet je gewoon zeggen van nou, we gaan opnieuw om de tafel zitten... en we gaan kijken, we gaan een onderzoekscommissie samenstellen... die wel het volledige vertrouwen heeft van alle betrokkenen. Want anders uh, zijn eigenlijk de conclusies of de onderzoeksresultaten van deze commissie... zijn al bij voorbaat verdacht. Ja. Of uh, ja, die zullen niet, uh, niet in volle omvang uh, omarmd worden door alle partijen. Dus dat, dat, moet, je, dat moet je niet... Ik vind het een onhandige zet. Ik vind het goed dat het onderzocht wordt. En aan alle geledingen, niet alleen de dood van Peter... maar nee. ook de dood van Dirk Wiersem en ja. ook de dood... Dood van uh, Redewan B., de broer van de kroegetuigen. Dat moet je onderzoeken. Wat is daar nou misgegaan en wat is er goed gegaan? Welke dingen kun je daaruit leren? En ik vind dat je ook zo'n aspect moet meenemen. Van, ja, mo moet je misschien wel gewoon dus die verplichting gaan opleggen ja. als je een deal sluit? Nou, dan moet iedereen die daarmee bij, bij te, ma te maken heeft en ja. daar ook risico in loopt, die moet een verklaring ondertekenen dat ze zich onderwerpen aan, aan uh, persoonsverveiliging. Dat is, uh, dat, uh, er moet nog lang uh, veel over gesproken worden. Tot slot. Je zegt ook iets over uh, justitie, heeft dan dat multi-interventie-team. multidisciplinaire team Dat is ja, met, het Nederlandse ja, ja, termen die we die hebben. Alleen de ja. Dat, dat, dat uh, moet dan vanaf 2023, zeg je, operationeel en effectief zijn. Ja. Alleen horen we along the way dat collega's klagen dat goede agenten worden weggetrokken. Ja. Allerlei andere functionerende eenheden. Ja. Um, ja, is, is de oplossing om een nieuwe eenheid op te richten en er weer boven te zetten? Of moet je bestaande eenheden nou juist versterken? Waar, waar ligt de oplossing? Nou, ook hier geldt voortschrijdend inzicht. Uh, kijk, uh, na de dood van Dirk Wiersum presenteerde minister Grapperhaus het, het mini, multidisciplinair interventieteam... als het grote antwoord. Lekker en nu, naam is het, hè? Ja, nu gaan we, we echt de boeven vangen. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, nou, vervolgens zie je nu dat ze een hele lange aanlooptijd nodig hebben. Het wordt, er zijn allerlei diensten bij betrokken. Dus Fiot, uh, Belastingdienst, uh, Politie, Openbaar Ministerie... Uh, nog allerlei andere uh, afdelingen. Nou, om dat allemaal bij elkaar te gaan krijgen... en die ook operationeel te krijgen, dat duurt tot 2023... Ja. Ja, ik vind het te bezopen voor woorden, weet ik echt. Ja. Je moet veel sneller nu al een, een beweging gaan maken naar voren om te laten zien van, nou, dit is gewoon onacceptabel wat er is gebeurd. Hier moet, weet ik voor wat, een taskforce of iets anders en Keihard gaan terugslaan. En, en wat je nu ziet is dat de angst er in alle geledingen in is geslopen. Ja. Na de moord op Dirk Wiersmaal en nu bij Peter ook. En dan bedoel, bedoel ik met name bij de overheid. Iedereen maakt terugtrekkende bewegingen. Iedereen denkt aan zijn eigen hakje. Maar juist nu moet je een stap voorwaarts zetten. En het moet omgekeerd zijn. De overheid moet niet bang zijn voor de mokromafia. Maar de mokromafia moet bang zijn voor de overheid. Van wat er nu gebeurt. En dat is iets wat. Veel sneller moet gebeuren dan 2023. Dus je moet echt gewoon. Uh, ja, kijk, ik vind dat er een. Uh, en dat heb ik al eerder gezegd, dat hier sprake is van een soort van terreur. Ja. narco En die bestrijd je niet met een team wat er over twee jaar eens een keer actief is. Dan moet je, je moet in feite gewoon uh, terug oorlog gaan voeren. En dat is iets wat vind ik in mijn ogen nog op dit moment uh, veel te weinig aandacht krijgt. Boodschap is duidelijk, John van Huijf. Ja, okay. Dankjewel.